Hey iedereen, het is hier TRC Live, Thomas Retro Corner terug. En ik weet het, ik heb al lang geen video meer gedaan. Maar dat was omdat ik me in een hele lange tijd eigenlijk heel slecht gevoeld heb. Ik heb nu nieuwe medicatie gehad. Ik zat terug wat sava, chill op punt en zo. Maar deze video gaat geen zijn over de wereld is kut of zo. Daar gaan we binnenkort wel aan verder werken, want ik heb hier een heleboel thema's dat we kunnen bespreken. Maar deze video gaat eigenlijk gaan over Twitch. Nu, ik stream al jaren RuneScape op Twitch. En tot mijn spijt moet ik zeggen dat daar eigenlijk een einde aan gaat komen. Nu, het is te zeggen, ik ga misschien nog wel af en toe RuneScape streamen en zo. Maar het gaat alleszins niet meer mijn main game zijn. Wat bedoel ik daarmee is dat het probleem met RuneScape is... Eén, je zei al een Nederlandstalige Belg, dat lokt al niet veel views en RuneScape is ook al niet echt het spel om ja, echt groot mee te worden. En pas op, ik wil niet een tweede Shroud, Ninja, Dr. Disrespect zijn, nee, dat allemaal niet. Maar het gevoel dat ik heb is gewoon, ik zit nu met een aantal viewers waar dat ik echt dankbaar voor ben. Echt iedereen dat constant naar mijn stream kijkt, constant mijn support en zo. Super bedankt daarvoor, echt allemaal. Maar het probleem is, ergens... Denk ik, ik zit op een bepaald stuk en ik evolueer niet meer. Ik sta op dezelfde steen en ik blijf op diezelfde steen staan, snap je? Dat is wat ik eigenlijk wil bedoelen. Er komt zo precies geen... Het is op zijn einde. Ik voel dat, ook op zijn, dat het op zijn einde zit. Ik zit constant tussen de 10 en de 15 viewers en er valt gewoon voor mij persoonlijk niks meer uit te halen. Het gaat gewoon niet meer voor mij en daarom heb ik beslist dat het beter zou zijn als ik gewoon stop met oldschool RuneScape te streamen en gewoon overgaan naar andere games. Ik wil niet per se stoppen met streamen, maar de laatste tijd had ik zo het gevoel dat als ik streamde, dat ik moest streamen, snapte? Dat het echt zo gewoon meer een verplichting werd. En dan ben ik bepaalde petgrinds aan het doen. En ik heb al geen zin in die petgrind. En ik heb dan al geen zin om die petgrind te streamen. En snap je? Het is wat veel. En ik wil niet meer dat het voelt als een verplichting. Ik ben streamen beginnen doen voor de fun. En ik wil het nog altijd voor de fun gewoon houden. Snap je? Ik wil niet het gevoel hebben van ja, dat moet ik doen en dat moet ik doen en dat moet ik doen. Nee. Ik wil gewoon rustig aan... Gewoon kijken hoe dat alles loopt en gewoon mijn ding doen. Dat was altijd het begin. Ik denk dat ik een beetje, hoe moet ik het zeggen, terug naar mijn roots moet eigenlijk. TRC Live staat voor sommigen dat het weten, Tom's Retro Corner. En het ding daarbij is, ik ben begonnen streamen met oldschool games. Pokémon speedruns, Crash Bandicoot, Spyro, God of War, alle Final Fantasies. Dat is waar dat ik mee ben begonnen streamen en dat zou ik gewoon heel graag, kijk, dat is die pack. Dat zou ik gewoon heel graag terug doen. Terug gewoon een beetje naar mijn roots gaan en niet het gevoel hebben dat ik gewoon vastzit aan die RuneScape. Want dat gevoel heb ik nu echt enorm, dat ik gewoon op de RuneScape steen sta en ik kan precies niks anders doen of er gaan minder views zijn ofzo. Niet dat ik zozeer inzit met die views, maar... Ja, weet je, dat is wel het punt van Twitch. Ja, als je bijna 10 jaar streamt en je zit nog altijd maar op 10, 15 views. Ja, dan moet je conclusie daar gewoon uit gaan trekken. Dan weet je van, fuck, er is iets gewoon waardoor dat het komt dat niet goed gaat. En ik leg die schuld vooral bij mijzelf. Gewoon vooral omdat ik 1 in het Nederlands stream. Dat is al zo'n gigantische disadvantage. En... Ja, ik moet daar gewoon mijn conclusie uit trekken. Daarom dat ik liever gewoon die 10, 15 viewers behoud. En gewoon ga terug naar mijn roots. Ga terug gewoon spelen wat ik echt heel graag speel en zo. En terug gewoon fun hebben. In plaats van weer dezelfde boring grind te moeten doen. Wat voor mij om de duur... Want ook ik echt... De laatste tijd, ik speel ook amper RuneScape. Ik ben daar zo goed als mee gestopt. Ik heb mijn account nog wel en het is nog altijd member en alles staat er nog op en zo. Dus don't worry about that. Maar het voelt echt gewoon als een verplichting om online te komen. En dat wil ik niet meer. Dat is hetgeen dat ik eigenlijk gewoon wil zeggen. Dus voor iedereen
dat mij al die jaren gesupport heeft voor mijn RuneScape content, voor mijn RuneScape streams. Echt super hard bedankt daarvoor. Ik kan daar jullie niet genoeg voor bedanken, maar het is voor mij persoonlijk tijd om verder te gaan met andere games, andere dingen dat ik misschien terug liever ga doen. En dat gaat mij misschien terug een beetje goesting geven om te streamen, wie weet wel. Dus ik wil jullie allemaal daarvoor bedanken. Merci alleszins om ook op dit YouTube channel subscribe te zijn. En ik hoop jullie te zien op Twitch/DRC_live. En op deze YouTube natuurlijk ook nog altijd. Merci allemaal voor de support en ik zie jullie graag in de volgende video. Yo, salutjes.